Фрикша, моя козловушка, молодец, кого Фрикша. Эй! Op 26 april 1986 werd de wereld opgeschrikt door een ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl. Door een scheur in een van de reactoren kwam straling vrij die door de harde wind een groot gebied aantastte. Ondanks een grootscheepse evacuatie zijn de gevolgen van deze straling enorm. Met name de kinderen uit het toch al zo arme Wit-Rusland kampen met gezondheidsproblemen. Door slechte voeding en ongezonde lucht neemt hun weerstand af en zijn ze vatbaar voor allerlei ziekten. Een verblijf van 2 maanden in een omgeving met schone lucht, waarbij goed voedsel, levert schoon bloed, waardoor de kinderen een betere kans hebben. Op dit moment zijn er 30 van die kinderen hier, in dit programma een uitgebreide reportage, waar een klein stadje groot in kan zijn. Ook deze maand het verhaal achter de nieuwe uniformen van Crescendo. Maar nu eerst Nieuw-Oost. Al zolang Muiden en Muidenberg bestaan, hebben zij een band met het water. De Vecht als handelsroute en het IJsselmeer als havenmonding. Zandstrand, waterlinie en drinkwater. Reeds vroeg was er concurrentie met het kleine Amsterdam. Rond 1200, de tijd van de heren van Amstel, werd Muiden en en passant Weesp in den as gelegd, waarna de Muiers verhaal ging halen. Muiden verloor helaas de strijd als haven door de vele zandbanken. Amsterdam groeide en groeide. Jaren later was Muidenberg geliefd als badplaats en kwamen diezelfde Mokumers met horden per stoomtram om pootje te waaien. Eind 1800 was Muiden 1 beroepsvisserrijk. Met de MU1 voer Hendrik Smolders, bijgenaamd Sterke Hein, dagelijks uit om bot te vangen. Ook nu nog leeft Muiden en Muidenberg door hetzelfde water. En Amsterdam valt weer aan, maar nu met modernere technieken. De bouw van Nieuw-Oost. Doch Muiden laat zich niet de mond snoeren. Stop Nieuw-Oost en red ons IJmeer. Op tweede Pinksterdag was er in Durgerdam een protestbijeenkomst tegen het plan Nieuw-Oost georganiseerd. De dag begon met een discussie tussen voor- en tegenstanders. Daarbij als voorstander aanwezig waren onder meer de betrokken ambtenaren uit Amsterdam en lid van gedeputeerde staten Friso de Zeeuw. Aan hem werd het eerste exemplaar van de IJmeerballade overhandigd. Die IJmeerballade is dus een bewerking van de Zuiderzeeballade. We hebben Ivo de Wijs gevraagd of hij die nieuwe tekst wilde schrijven. Dat wilde hij onmiddellijk. We hebben Cor Bakker gevraagd, bekend van Paul de Leeuw en anderen, of hij de muziek wilde spelen. Dat wilde hij ook onmiddellijk. U kent het verhaal van de Zuiderzeeballade, opa kleinzoon. Nou, wat is de beste opa van Nederland? Dat is natuurlijk Lex Goudsmit. En die wilde dat ook onmiddellijk doen. We hebben een geweldige kleinzoon erbij gevonden, Boris van Zuilen. En een koor, het Red het IJmeerkoor, bestaande uit burgers van Durgerdam en Muiden en Weesp en Naarden enzovoort. Iedereen die zich betrokken voelt bij deze afschuwelijke plannen en er graag iets tegenover wil stellen. Die cd is dus ontzettend snel gemaakt. De videoclip is er ook inmiddels, is zelfs al uitgezonden. Ik heb heel zorgvuldig het eerste exemplaar van de cd bewaard, want ik heb gehoord dat ik die vanmiddag nog overhandigen aan de heer de Zeeuw. Dus
zou het plezierig vinden als u even hier komt. Wat mij van het hart moet, is dat als je over Nieuw-Oost hoort, dat je nooit, tenminste ik als doodgewone sterveling die hier woont, nooit hoort wie dit nou eigenlijk bedenkt, wie er verantwoordelijk is, hoe dat nou zit. Zit het bij de gemeenteraad, of zit het bij de provincie, of zit het bij de rijksoverheid? Het is volstrekt onduidelijk. Er is een brief gestuurd naar de koningin, ik bedoel, dat is toch het hoogste wat je kan doen. Er komt er een brief terug van minister Alders, die na de verkiezingsnederlaag natuurlijk ook heel snel ertussenuit knijpt. Wie is er nou verantwoordelijk voor Nieuw-Oost? Wie kunnen we erop aanspreken? Dat is volstrekt onduidelijk. Ik ben daarom erg blij dat we hier één man hebben gevonden die absoluut de plannen kan tegenhouden. Daar ben ik van overtuigd. En die man wil ik graag bij deze het eerste exemplaar van de IJmeer-ballade overhandigen. Tot verbazing van het publiek zong de heer De Zijl het protest uit volle borst mee. Ja, giet, dat was volgens mij meer. Wiens bejag en dom gekletst, de winden blazen. De bosjes rijden, de blauwe lucht is weg. De sporen hoog, vreesde oasen. We staan hier op de dijk bij Durgedam. Bij mij staat Friso De Zijl. In welke hoedanigheid staat u hier? Gedeputeerde voor de ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Holland. En wat is uw taak in het plan Nieuw-Oost? De provincie die maakt zogenaamde streekplannen. En daarin wordt aangegeven onder meer waar wel en niet gebouwd kan worden. En in het streekplan wat voor dit gebied geldt, daar is Nieuw-Oost in opgenomen als bouwlocatie. En wat vindt u nou bijvoorbeeld van zo'n actie als vandaag? Nou, daar ben ik met de inhoud ervan ben ik het niet eens. Want ik ben voor de bouw van Nieuw-Oost. En de mensen hier, Durgedam en omgeving en ook andere betrokkenen, die zijn daar tegen. Die willen het graag openhouden. En dan ben ik heel benieuwd waarom u voor bent. Ik ben voor omdat Nieuw-Oost de mogelijkheid geeft om vast aan de stad Amsterdam, wat ook de mogelijkheid geeft van goede openbaar vervoerverbindingen, nog een groot aantal huizen te bouwen. Kan het niet ergens anders? Ja. Kan op zichzelf wel ergens anders. Er wordt ook op andere plekken gebouwd, bijvoorbeeld in Almere. Je moet 30.000 woningen in de komende 10 jaar bouwen en daarna nog meer. Bouw in Purmerend, in Zaanstad en in de Haarlemmermeer. En maar waarom dan ook hier? Omdat het bouwprogramma wat we moeten afwerken dusdanig groot is, dat je gewoon op moeilijke plekken terechtkomt. De makkelijke plekken hebben we al gehad. En een hoop van die andere plekken, neem bijvoorbeeld Almere, dat is vrij ver van Amsterdam af. En Nieuw-Oost, daarvan denken we dat het ongeveer nog de enige plek is, heel dicht in de buurt van Amsterdam, waarop je verantwoorde manier nog kan bouwen. Nou zijn er verschillende actiegroepen die komen met argumenten, andere bouwplekken, andere locaties, noem maar op. Kijken jullie daarnaar? Ja, dat hebben we al een tijdje, een paar jaar geleden hebben we dat al gedaan. Toen hebben we als het ware vrij zorgvuldig gekeken waar nog gebouwd kon worden. Waar ook bij hoort dat binnen Amsterdam nog fors gebouwd wordt. De komende 10 jaar 20.000 à 25.000 woningen. Dat is nog nooit vertoond. En in die ronde die we hebben gemaakt, daar heeft ook de Rijksoverheid naar gekeken. Daar heeft de provincie naar gekeken. En alle deelnemende gemeenten hier in de regio hebben naar gekeken. Dus niet over één nacht ijs gegaan, er is inspraak over geweest en daar is dus een selectie uitgerold. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld aan de andere kant van Durgedam in Waterland, maar dan zou je ook een natuurgebied echt vernietigen. Dus daar kiezen we bijvoorbeeld niet voor. En nu niet? Nee. Het is geen natuurgebied? Het is een gebied met een behoorlijke natuurlijke waarde. Mij hoor je niet zeggen dat dat gebied niet aangetast wordt, dat wordt het namelijk wel. Maar als je dat afweegt tegen andere mogelijkheden en je beoordeelt ook de voordelen van de koppeling met Amsterdam zelf, ja, dan zeg je, dan zou het toch hier moeten gebeuren. Waarbij aangetekend wordt dat nog een groot deel van het IJmeer, bijvoorbeeld ten opzichte van Muiden, dat dat vrij blijft van bebouwing. Dus het is onzinnig om te zeggen dat het hele IJmeer wordt volgebouwd. Dat nou, is platte demagogie. Nou, het scheelt niet zo heel veel. We hebben de plannen gezien, we hebben het op de kaart gezien. Het scheelt maar heel weinig. Een stadje als Durgedam, zoals we nu staan,
als u even de andere kant op kijkt, ziet u wat een prachtig uitzicht u heeft, is straks weg. Als je bijvoorbeeld in Muiden op de dijk staat, Muiderslot, uitzicht is weg. En zo zijn er nog een aantal gemeentes die hun prachtige horizon kwijt zijn. Dus dat speelt toch mee. U ziet dat de mensen die hier wonen, die er straks tegenaan moeten kijken, dat die tegen zijn. Dan moet je er toch iets mee doen, lijkt mij. Op elke of is het plek, een gelopen wedstrijd? Op elke plek waarin wij bouwen, en dat willen we dus met elkaar, omdat we willen voorzien in de woningbehoeften, ja. Wordt de mensen hun uitzicht minder. Ja. Dus dat is of je het nou hier doet of op een andere plaats, ja. Dat vind ik een van de meer zwakkere argumenten. Wat bij mij sterker telt, is in ieder geval bijvoorbeeld dit vogelrijke gebied wordt aangetast of niet. Kijk, dat vind ik een sterk argument. Ja. Maar alleen mijn uitzicht wordt minder, dat is een argument wat in het westen van Nederland, daar kan je niet meer volhouden. Als je je uitzicht wil houden, dan moet je vertrekken. Dan moet je ergens in Drenthe in een hutje op de hei gaan wonen. Nou, lijkt me een hele mooie afsluiting van dit verhaal. Als je je uitzicht wil houden, moet je vertrekken. Mag ik u dit geven of u het opspelt? Nou, dat laat ik aan meneer zelf over. Ik speel het er niet op, want ik ben het er niet mee eens. Nee, nou, dat maar, kan ik me voorstellen. Hij gaat wel. Hij is wel een waardevol exemplaar van mijn collectie. Vaart u mee? Ik vaar niet mee. Ik ga jullie wel uitwijven. Waarom vaart u niet mee? Ik hou niet van varen. Nou, dat... Opa, kijk, ik vond op zolder een kaartje van een heel oud man. Mij lijkt het je reinste polder. Weet u daar misschien iets van? Jochie, dat is dat belegen. Achterlijke plan, Nieuw-Oost. Daar was iedereen op tegen. En je opa was het boost. Wij willen heien, zei de gemeente. Wij willen woningen, riep het bestuur. Maar wij zeien, wee je gemeente. Dat wordt het einde van stuk natuur. En ging het plan toen niet door? Ja, wij zorgden ervoor dat die nieuwe wijk er niet kwam. Wij bleven vechten tegen dat slechte en dure van Amsterdam. Kom jongen, dan gaan we samen lopen langs die eeuwenoude dijk. Jongen lief, mijn hart gaat open als ik naar het water kijk. Opa, dus hier in het IJmeer wilde ze een zee van flats. Jochie, dat was volgens mij meer winstbejag en dom geklets. De winden blazen, de boten zwijgen, de blauwe lucht is er lust voor een oog. Deze oase mag nooit verdwijnen onder een steenwoestijn van 12 hoog. Wie dit fantastisch gebied maar een ogenblik ziet, staat meteen in vuur. Met die woest dus. En jongen, proost dus. Weg dat vervloekte plan van Amsterdam. Oh.
ook vandaag aanwezig is onze burgemeester. U vaart straks mee op het admiraalschip. Mag ik daaruit concluderen dat u tegen het plan bent? Ja, ik ben ook tegen het plan, ja. Maar zoals het er nu ligt, ja. Zoals het er nu ligt. Maar hoe rijm ik dat met de gemeenteraad uit Muiden, die in de eerste instantie geen protest heeft aangetekend tegen de plannen? Nou, ik weet niet of de gemeenteraad in eerste instantie geen protest aangetekend heeft. In ieder geval tegen de plannen van 5.000 tot 8.000 woningen niet. Maar nu de zaken wat voortschrijden, zijn het er inmiddels 18.000 geworden. En daar hebben we tegen gezegd, er zijn grenzen. En die grens is nu zodanig bereikt, als 18.000 ook aan de orde is, met de verwachting zoals vanmorgen ook uitgesproken, dat we verder gaan, dan ook de eerste fase niet. Dat is nogal een krasse uitspraak. Dat is een uitspraak die in zodanig niet in een besluitvorming in Muiden tot stand gekomen is, maar wel in de discussie met de mensen in de raad, is dat duidelijk de lijn die Muiden ook legt. Dus als plan 2 of fase 2 er zo uit blijft zien zoals nu, dan zegt u ook geen fase 1? Ja, als die gekoppeld zijn, dat is in feite het verhaal. Dat zijn ze eigenlijk wel. Als die gekoppeld zijn, en dat hebben we vandaag ook goed begrepen, en als Muiden dat ook goed begrijpt, dan zeg ik als voorzitter van de raad, daar is Muiden tegen. Er hoeft er geen besluitvorming over genomen te zijn. Maar dit gaat de Muiden natuurlijk ook veel te ver. Kijk. En zoals de gedeputeerde gezegd heeft, ja, men bouwt tot aan de grens op het water dus van Muiden. Nou, dan zit je ze wel tegen Pampus aan. Dan kunnen we de achterdeur van Pampus openzetten en dan varen we over. Wat zijn onze kansen, denkt u? Redden we het tegen het plan? Als je over onze plans, kansen, begrijp ik dat jullie ook tegen zijn in ieder geval. Dus dan zijn het onze kansen. Ik ben somber. Ik ben somber over de wijze zoals ik vanmorgen raadsleden uit Amsterdam en de gedeputeerden gehoord heb. En ook gehoord heb hoe er op landelijk niveau over gedacht wordt en naar gekeken wordt. Dan ben ik somber dat deze plannen doorgaan. En ik hoop dat we van alles aan zullen doen om die plannen dan toch nog ongedaan te maken. Of een wijze van invulling. Want dan zeg ik, laat het dan volstrekte helderheid zijn. Ja. En laten we dan maar alles volbouwen. En niet meer de zeuren van na 18.000 een vraagteken, misschien wel, misschien niet. Nee, dan gaat het gewoon door naar 40.000 en misschien wel verder tot Almere. En krijgen we voor Muiden gewoon een Muidermeer. Een dorp erbij. Ja. Nee, een Muidermeer. Ja, een meertje ja, erbij. Afgesloten. Ja. Maar we gaan door, hè, met strijden. Zeker. Ja. Van tussen de zeilen bol en vol, hun taaie rompen wiegen en ieder heeft zijn rol. Het knarsen van de lieren als schorre scheepsmuziek, bevelen hoor je klinken en soms ook menig grief. En in het stadje van Voorst, aan de monding van de weg, daar is het weer goed. Nou, dat moet wel een geweldig gevoel zijn, hè? Daar waar het stond, als Buskroon, geloof ik ook, hè? Dat is schitterend, hè, zo. Wat voor gevoel geeft het nou? Geen gevoel, maar een gevoel van natte voet houden hier. Jongens, de schepen doen er ongeveer mee, denkt u? Ik ben gewoon niet aan het tellen. Ik ben aan het kijken of we bekenden zien en zo. Het is gewoon gezellig. Dit is toch mooi. Mensen die zeggen van, hier zijn we tegen. En die komen dan eens even vertellen. Want ze kunnen niet praten, maar wel blazen. Dat is de schitterend. Een schouwspel op zich. Het harde wind in vlagen. Daar leek de hemel strak en blauw. Soms vindt stille blauw. Zachte poedertjes heel hard te doen. En blijven met zeilen trouw. Ja, schitterend om dit zo een beetje mee te maken. Dat is heel leuk. En in het stadje van Floris. De opkomst is prima, hè? Ja, dat dacht ik wel, ja. Dat gaat altijd meer, maar... Het gaat dan waarschijnlijk om de kwaliteit, hè? Voor de schepen
liedjes. Iedereen op de saxofoon daar. Ik kom net van een jazzweekend, dus dat kan wel weer. Wat drinkt u, meneer Smit? Ik ben aan de Berenburger. Dank u wel. Zo bent zij dan haar steven, die schuift van verf en heer. Hey, alles goed? En die vast je van Floris, ja. Aan de monding ja, van de weg. Daar is het. Is net Muiden. Niks mag, alles kan. Daar waar het stof als baken zich tegen aan de kin. Koers en vaart behouden, zo vaar je het zuiden in. Zoals je die baken krijgt. In links of in rechts? Schitterend hoor! Klasse! Waar komt u vandaan? Uit Amsterdam. Uit Amsterdam. Nou, succes! Stop Nieuw-Oost. Ja, vandaag. Het is wat, hè? Is er over, hè? Het is net Muiden. Niks mag, alles kan. Op 2 oktober reisde een delegatie van Crescendo naar de uniformenfabrikant CESO in Keijenborg, Hengelo. De delegatie ging die dag een selectie maken uit de verschillende keuzemogelijkheden. 3 uniformen zouden op de ledenvergadering van Crescendo gepresenteerd worden. Op 4 november maakten de Crescendo-leden de definitieve keuze. Waren 2 stemmen. Het rode dus, voor de goede orde. Voor het tweede pak waren 6 stemmen, het groene. En voor het derde pak, wat u zojuist nog in de concertuitvoering gezien hebt, waren 32 stemmen. En het winnende uniform werd dus... Die zich al een paar jaar inzet voor de kinderen uit Slobin.
op een gegeven moment kwam hij met het idee om de kinderen voor een vakantie naar Nederland te laten komen. En inmiddels zijn die kinderen er ook. Er zijn er 30 verdeeld over Muiden en Muidenberg, over gezinnen. En ze blijven 2 maanden hier. Maar hoe is dat gegaan? Want het is natuurlijk niet niks, zo'n hele organisatie. En voor die organisatie kreeg Wim hulp van het Interkerkelijk Beraad. En we zitten hier in de pastorie en we praten met pastoor Lili van der Graaf en de dominee Henk Kroeze. Nou, daar gaan we. Hoe ging dat allemaal in zijn werk? Want Wim die wilde de kinderen naar Nederland halen. En toen? Toen, ja. Nou, daar ging denk ik het een en ander aan vooraf. Er was hier al eens een delegatie uit Rusland geweest op de Jozefschool. En op het moment dat wij een gezinsviering gingen voorbereiden voor een viering begin oktober, toen was dat net geweest, die mensen hier. En toen was de hele school was nog vol van Rusland. En zo kwamen we op het idee om een gezinsviering te maken met thema Rusland. Wim Ruiter die hoorde daar ook op de een of andere manier van. Die kwam bij ons hier praten. En die zei van ja, maar ik zou het zo leuk vinden als jullie dan ook actie voeren. Want ik ga heel vaak naar Rusland, naar een weeshuis daar in Shlobin. Hij is buschauffeur, hè? Hij is buschauffeur, ja. En misschien kunnen we daar dan wel samen iets van maken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Die viering hebben we gemaakt. We hebben toen zelfs door de kinderen van de school een grote bus laten maken. Met Shlobin erop en Muiden. Dus toen was al een beetje het idee om dat ook verder uit te werken. En zo is eigenlijk langzaam maar zeker dat idee gekomen. Omdat Wim ook zei van ja, maar het zou ook zo leuk zijn om zo'n groep naar Nederland te krijgen. Ja, want hij zamelt dus regelmatig goederen en ja. Voedsel in voor de kinderen in het weeshuis. Maar ze moeten uitgenodigd worden natuurlijk. Ja. En toen zijn we dus in contact getreden met de organisatie die dat hier in Nederland regelt, Stichting Platform. En ja, zo is het van het een en het ander gekomen. En toen hebben jullie die uitnodiging verstuurd naar de kinderen daar, neem ik aan. Ja, hoe reageerden ze daarop? Nou, eigenlijk ging het niet zo in zijn werk dat wij die uitnodiging naar die kinderen stuurden. Het contact met Rusland verloopt via dat platform. Dus je laat het platform weten dat je bereid bent om zo'n groep kinderen te ontvangen. En dan leggen zij contact met Rusland. Ja. En daar hebben ze een of andere stichting. En zeker meneer Egorov gaat daarover. En die stichting die selecteert die kinderen. En dan brengen ze je dus in contact met zo'n groep kinderen die er komen gaat. En hebben jullie enig idee waar dat op geselecteerd wordt? Is dat jullie verteld? Nou, er is meerdere keren naar gevraagd. Maar helemaal duidelijk is dat beeld niet geworden. Er wordt gekeken naar de gezondheid. Zowel in die zin dat ze niet echt ziek mogen zijn, want dan mogen ze hier niet naartoe. Maar er wordt ook geselecteerd in het feit, ze moeten ook in aanmerking komen. Dus op de een of andere manier geleden hebben aan de ramp van Tsjernobyl. Dus het moet nodig voor ze zijn. Ja. Ze moeten eraan toe zijn. Ja. En verder hebben wij de indruk dat het kinderen uit allerlei milieus zijn. Meer selectiecriteria ken ik niet. Op leeftijd misschien? Nou, de kinderen zijn allemaal tussen de 9 en de, zeg maar, 12, 13 jaar, hè? Ja. En dan moeten er gastgezinnen gevonden worden. Hoe hebben jullie dat geregeld? We hebben dat gedaan door in de allereerste plaats in de kaartenbakken van de kerken te kijken. Omdat het natuurlijk best wel belangrijk is dat je een beetje het gezin kent waar je die kinderen gaat plaatsen. Dat dat een stabiel gezin is, een goed gezin is. Dat je ze niet in een heel moeilijke situatie plaatst, want ze hebben het al moeilijk genoeg, die kinderen. Ja. Dus ja, de mensen van de kerken die kennen we voor een groot stuk natuurlijk. Dus zo hebben we eerst gekeken. Hier in de katholieke parochie is er ook gekeken naar mensen die kinderen in dezelfde leeftijd ongeveer hebben. Want dat ook wel leuk is voor de kinderen op zich natuurlijk. En ook makkelijk voor de ouders waarschijnlijk. Omdat ze dan toch en gewend zijn ook met kinderen van die leeftijd. En waren ze enthousiast, de mensen die jullie benaderd hebben? Ja. Wat was de eerste reactie? Best wel. In eerste instantie was men heel enthousiast. Te veel aanmeldingen misschien zelfs? We hadden een luxe probleem hadden op een gegeven moment inderdaad. En toen zei ik, jongens, dat wordt heel moeilijk. Want hoe moeten wij nou bepalen wie wel en wie niet? Nou, dat zogenaamde luxe probleem heeft zich vanzelf opgelost. Omdat we bij nader inzien toch gewoon ouders afvielen. En dan zijn ze hier, de kinderen. En ze spreken geen Nederlands. En de gastgezinnen spreken geen Russisch. En dan? Hoe wordt dat opgelost? Ja, wat ik daar verhalen over hoor, is het
Ouders redden zich toch vrij snel met de kinderen en de kinderen met de ouders. Hè? Ik bedoel, je hebt handen en voeten. Bij drinken doe je zo en bij eten doe je zo en bij slapen doe je zo. Hè? Dus ja, je hebt gewoon, ja. Je kan van alles doen. En je merkt ook dat, ik hoor steeds, dat kinderen ontzettend snel leren. Mm-hmm. Kinderen weten al na een week dat eten eten is en drinken drinken en slapen slapen en het douchen wat een douche is bijvoorbeeld. Dat brengt ons bij mevrouw Schipper, want er zijn ook twee tolken in Muiden. En mevrouw Eerde uit Muiden, die Russisch studeert. En mevrouw Schipper uit Muidenberg, en die komt uit Rusland. Misschien wilt u ietsje dichter bij de tafel komen. Dan, mevrouw Schipper, wat gaat er door u heen? Want u praat een hoop Russisch. Ja, eerste was problemen. Ik dacht, dat red ik niet vanwege die heimweesoort naar de kindertjes. Toen kwamen uit de bus. Nou, ik kon er gewoon geen woord uitbrengen. En toen ging wel beter. Maar ja, nou moet natuurlijk mijn Russisch helemaal ophalen. Ja. En welke rol speelt u binnen de organisatie? Want u wordt ingeschakeld wanneer er werkelijk problemen zijn, neem ik aan. Een dokter nodig. Ja. Zulke dingen. En tweede had ik gelijk veel telefoontjes de eerste tijd. Daarom heb ik kinderen niet genomen. Ik was voorbereid voor deze problemen. Ik denk, mocht het problemen zijn met de kinderen, dan neem ik wel. En nou heb ik nou een paar keer gedaan. Dat was echt een meisjesprobleem gehad met de heimwee. Ik zei nou tegen mevrouw, laat me bij mij komen. Dat doe ik wandelen of de afleiding voor hun. We zijn bij de paardenmanege geweest en zo. En een stukje aan zee. En bij mij hebben ze gegeten. Dus, en kinderen tweede dag zeggen, oh, mogen wij hier komen? Maar dan voelen ze haar zo op gemak. Voelen ze thuis natuurlijk. En vragen wat ze eten. Ik zeg, op de brood zeggen, dat zien wij niet het, wat erop leggen. Ik zeg, nee, je krijgt de worst. Jij krijgt het erop en kijkt er zo. Ik zeg, nee, je eet dat op. Ik heb een stukje worst naastgelegd en een stukje kaas naastgelegd. Oh, ik zeg, dit eet hij op. En hoe gaat het met de heimwee? Gaat het met de heimwee, het is nou prima. Want hebben gisteren mevrouw. Ja, woensdag wil ik zo of zo de meisje hebben. De twee meisjes hebben. We gaan naar zee. Oh, leuk. Ja. Want hun zeggen, nou, mogen we hier komen? Dus heb ik knikkers opgezocht, speelgoed opgezocht. Ja, ja. Hebben de kinderen contact met hun ouders gedurende die 2 maanden? Nou, direct hebben ze brieven geschreven. Ze schrijven direct. Brieven. Ja, heb ik adres opgezet. En kaarten. En dat is zo leuk. Tante Soeren, wij hebben dat opgeschreven. Wij hebben een Russische vrouw gevonden. Een heel lieve vrouw. Hebben ze op de brief gezet. Nou, dat is toch een mooi compliment. Russian tradition to come to some people, to visit some people with bread and salt. It symbolizes so that Belarusian people love all people of the world. They want to become friends with everybody. And this is our national towel. So you see the costumes of children, these are national costumes, they are decorated with the same things. So, and we want to present, so, the authorities of your city. Пахнет хлебная скоринка теплым ветриком, хвоинкой, летним дождиком хлебным, лугом, полем ржаным и осенней позолотой и натхненной работой. And here we have no words for it. So they have just spoken the yellow
thank Russian you. Poem about bread. Thank you for this beautiful idea. Will you bring it to the castle? Yes, yes. Yes? You are. Oh, I am. Okay. Okay. Kom. Join the mail. Go to the castle. Yes? Bedanken die met ons mee hebben gelopen hier naartoe om de Russische kinderen te verwelkomen. Een applaus voor jullie allemaal. Ook hartelijk dank aan alle andere Muiders en Muiderbergers die hier aanwezig zijn en die niet tot de gastouders behoren. Dat zeg ik nu omdat wij zometeen met de kinderen, de Russische kinderen en de gastouders en de leden van de werkgroep en de kinderen van de gastouders naar binnen gaan in de ridderzaal. Понравилась поездка. Dit is reis zeer goed gevallen voor mevrouw. Geviel. En hoe was het weer onderweg? En как погода? Какая погода была? Хорошая погода была, теплая. Heel mooi weer, heel mooi weer. Ik neem voor u die stoel mee. Hoe vindt hij het hier? Hoe vindt hij het hier in dit gebouw? Как ты понравится это здание для тебя? Очень. Zeer. Zeer. Zeer goed. Zeer mooi. Kan hij daar wat meer woorden aan spanderen? Можешь ты больше что-нибудь рассказать? Он хочет больше знать от тебя. Ну, это здание очень красивое. Это здание, я хочу один момент сделать, это об ватерштадт.
Это здание очень старое, и оно стоит у воде. Это такие планки стоят у воде. Но это позже вы посмотрите. Когда вы неделю или две недели здесь, то вы посмотрите. Wat ik ook nog weten is even of ze het leuk vinden om hier naar school te moeten. Понравится вам здесь школа? Или вы совсем хотели свободны быть? Вы должны на школу здесь. Наверное, понравится. На hij denkt dat zal bevallen. Zo. Gaan we nog één keer? Wat vonden je ouders ervan dat je naar Nederland toe ging? Как знали это родители вас? Как они думали об этом? По поездке. Чужую страну, чужие родители. Как они думали, твои родители? Боялись или волновались или что? Моя мама волновалась, но все же надо съездить. И сказала поесть. Да. Ja, zijn ouders waren een beetje nerveus, maar wel gezegd, ga jullie maar. Heel goed, heel goed. Dan gaan we nog één vraag stellen aan het stoutste uitziende jongetje. Ja. Ga je alleen een ruzie maken? Будет это свариться вместе? Нет. Раньше был мой муж несознательный, не пускал меня на собрание. Соберусь, куда он ругается, а соседка моя ухмыляется. Что говорит, Денис говорит, соседушка Матрёша. Клуб говорит, звони говорит, доклад идёт хороший. Дома убрано, делать нечего, муж придёт домой поздно вечером. И решила я этим вечерком в клуб сходить взглянуть хоть одним глазком. Ой, говорю, боюсь, говорю, ну что со мною будет? Муж, говорю, меня, говорю, в бараний рог закрутит. А соседка меня информирует, посмотри, как кто агитирует. Не поверила я себе самой, на трибуне то благоверный мой. Клуб говорит, совет говорит, вам, женщинам, дорога. Вы, говорит, должны, говорит, шагать с мужьями в ногу. Тут мое так и треснуло, вышла я вперед, да и резнула. Говорю, мой муж на слова гораст, а вот мне идти никуда не даст. Ты, говорит, сиди, говорит, по клубам зря не шлепай. Щи, говорит, вари, говорит, стирай, говорит, да что. И с тех пор хожу на доклад любой, а домой приду уж совсем иной. Стал он ласковый, обходительный, мне принес билет пригласительный. We gaan het mee beëindigen. Wie van jullie krijgt een van deze kinderen thuis? Nee. Nou, jij heet? Judith. En wat vindt Judith daarvan? Leuk. En hoe leuk? Heel leuk. Denk je? Wat voor soort spelletjes ga je doen?
Dat weet je nog niet. Nee? Heb je al Russisch geleerd? Beetje. Vertel eens wat. Hallo of dag of... Chain. En wat is dat? Eten. Eten. Ja. Belangrijk. Chain. En bij jou gaat ook iemand naartoe? Ja. En hoe vind jij het? Zenuwachtig ben ik zelf. Een beetje zenuwachtig ben je zelf. Waarom? Weet niet. Maar je gaat geen ruzie maken, denk ik, hè? Nee. Nee. En bij jou gaat ook een kindje naartoe? Nee. Jij niet? Een leraar. Een leraar, nog ernstiger. Dan heb je een vader en een moeder en een leraar in huis. Dat moet toch wel het ergste zijn, hè? Mij lijkt het wel leuk. Maar het lijkt haar wel leuk. Zoals we net al zeiden, gaan de kinderen hier op hun school. De PC Hoofdschool heeft hiervoor twee klaslokalen vrijgemaakt. En vanuit Rusland zijn er twee leerkrachten meegekomen. Maria, die spreekt buiten Russisch natuurlijk ook Engels. En Oleg, die spreekt Duits. En ik blijf bij het Engels. In Russia, the children have holiday now on the schools. Yes, it's really so, because our school year had already finished. So, we usually finish our lessons on the 29th of May. Aren't they disappointed that they have to go to school now? So, at first maybe, but now they are very glad to meet each other every day and to speak Russian with their friends and with me and Oleg, because sometimes they want to discuss something new in their life here. So they're very glad to communicate with each other every day. And it's like a holiday. Yes, it is now. It is now because the director of the school we attend every day, he did his best to make our life easier here because I'm tired after the school year. You are. Yes, really. It's your holiday also. Yes, it's my holiday also. So, are you disappointed that you had to go to Holland for 2 months? No, I am not disappointed because I got acquainted with such nice people, and especially with Wim, his family, his wife Lena. They're very kind-hearted people, and I feel in their family like in my own now. So you enjoy yourself. Yes, I enjoy myself very much. And what are you teaching the children here? So we are teaching, we have a kind of a, you see, program from our headquarters to teach children geography, history, customs and traditions of Holland. And we do our best. We try to do our best at least. And so are the children, of course. Yes. Yeah. Oleg, what do you think the children know about the disaster in Chernobyl? Diese zwei Gebiete, aus denen die Kinder nach Holland kommen, das waren zwei Gebiete, die am meisten verstrahlt waren. Und Schlobin, das ist eine Stadt, die nicht weit vom Gomel befindet sich. Und diese Gebiete sind am meisten verstrahlt. Und darum fast alle Kinder sowieso sind leiden auf oder haben irgendwelche Krankheiten, aber vielleicht wissen nicht alle Eltern oder sogar die Kinder möchten nicht, gehen nicht gerne zum Ärzte und they don't know, maybe. Yes. Es kann so sein, dass die Kinder sind krank, aber sie wissen selbst nicht. Yeah. Aber am größten leiden sie am Schilddrüse, die vergrößert am meisten und darum, wenn die Kinder, es ist zum Beispiel, unsere Ärzte sagen so, dass wenn die Kinder 2 Monate Erholung haben und etwas Besseres zum Essen haben, dann fühlen sie sich besser, weil im Winter haben sie sehr oft Erkältungen und sowas. Ja. Und es ist
So after 2 months, they are much more better. Wenn sie irgendwo 2 Monate erholen, dann fühlen sie sich mehr oder besser, als sie zu Hause sind. Ja. Inmiddels ist auch Wim binnengekommen. Wim, met de bus naar Nederland. Er waren nog meer kinderen die naar Nederland toe gingen. En hier gaat de rol dat de bus te klein was. Is dat zo? De bus was niet te klein. De groep was te groot. We hadden een bus van 4-5 personen. En er waren 56 mensen mee terug naar Nederland. En toen? Dus dat viel nogal mee. Hoe heb je dat opgelost? 3 kinderen op 1 bank. En hoe lang is het rijden? 3 dagen rijden. Poeh. Dus dat is heel lang, maar we hebben het netjes opgelost. De kinderen hebben heel geslapen in de bus. En ook in Basia, dus dat is geen probleem. Dat ging wel goed. Ik heb ook begrepen dat je het liefst weeskinderen uit Slobin had meegenomen. En dat het liefst wel, ja. En dat is in dit geval niet... Het is niet gelukt. Nee. Helaas, jammer. Maar de volgende keer proberen we het toch weer. Het werd gezegd, ze waren bang voor brandstichting of voor stelen. Maar dat zien wij in die kinderen helemaal niet. Ze zijn geestelijk ziek, lichamelijk ziek. Maar het is een hele toestand als je die kinderen hier toch naartoe krijgt. Dan moet je toch meer oplossen. Ja, misschien heb je dan een andere opvang nodig waarschijnlijk. Of een andere begeleiding misschien. Een andere begeleiding. Ja. Eind juli gaan ze weer naar huis. 14 juli gaan we terug. Breng jij ze zelf weer terug? 14 juli weer terug, ja. Nou, ik wens je een goede reis. Want ik heb ook de bus gezien die het koor mee heeft genomen. Dat ziet er wel heel anders uit, hè? Dat ziet er heel anders uit, ja. Ik denk dat als je een aanraking hebt gehad, dat die wel aan de kant van de gaat gestart. Het is een puurwerm. Ik ben 1 keer mee geweest naar Hilversum. Je moet 4 keer draaien om 1 keer de bocht om te komen, dus. Het koor is hier gekomen, maar ze hadden dus niet alleen buiten dat ze een bus hadden die niet helemaal in orde is. Was er ook iets niet in orde met hun papieren, geloof ik, hè Henk? Nee, dat klopt, ja. Ik geloof dat in die bus waar het koor mee kwam, zat ook een delegatie. Want dat hele gebeuren van dat koor, dat was gekoppeld aan een conferentie in Nederland, waar mensen uit Moskou, Minsk en Petersburg aan meededen. En in die bus waar die koorleden in zaten, daar was 1 koorlid en 2 delegatieleden die geen doorreisvisum voor Duitsland hadden. Oh jee, ja. Nou was dat iets wat ze tot voor kort helemaal niet zo nauw namen bij de Pools-Duitse grens. Maar sinds kort zijn in Duitsland de regels verstrakt. En nu stonden ze er dus op dat die doorreispapieren er moesten zijn. En dat betekende in de praktijk dat die hele bus stil stond. Ten slotte zijn ze dan toch maar doorgereden met achterlating van die 3 mensen. Die zijn teruggereisd naar Petersburg. En dat koorlid is teruggekomen in Petersburg, vervolgens alsnog met het vliegtuig naar Nederland gereisd om hier bij het koor toch te kunnen zijn. Toch bij te kunnen zijn, ja. Want dat was namelijk de pianiste van het koor. En de andere 2 mensen zijn daar gebleven? Die zijn nou, dat weet ik eigenlijk niet, want ik heb met die conferenties verder helemaal niks te maken. Dat was met de delegatie. Dus ja. Maar goed, ja. Het koor is weer helemaal compleet. Het koor is compleet geworden, ja. Tenslotte, ja. En ze zijn ook bij gastgezinnen ondergebracht in Muiden en Muidenberg? Ja. Maar de kwestie was, wij hadden dus als werkgroep samen de gastgezinnen voor die kinderen verzorgd. En het hele delegatie- en conferentiegebeuren zou in Deventer worden ondergebracht. Maar die delegatie voor die conferentie die groeide zo uit de kluiten, dat Deventer ons opbelde en zei, die delegatie is 2 keer zo groot geworden. Wij weten niet meer wat we met dat koor aan moeten. Dat zijn ook jonge kinderen, kunnen jullie die niet onderbrengen? En jullie hadden al een luxe probleem. Dus... Nee, toen niet meer. Maar dat was ondertussen al geen luxe probleem meer. En hoe groot is het koor geweest toen het hier kwam? Het koor bestond uit 14 leden en er was een dirigent erbij en een violist. Dus nog eens een keer 16 mensen. En 2 erbij. Chauffeurs. En 2 chauffeurs. 18 mensen die je onder moet brengen. Hoe hebben jullie dat opgelost? We hebben gekeken bij gastouders die zich als stand-by hadden opgegeven, als reservegezinnen. Daar hebben we er een aantal van bereid gevonden om het koor 10 dagen onderdak te verschaffen. En verder hebben we gewoon nog verder gekeken, her en der. En die mensen zijn gevonden uiteindelijk. Ja. Of mensen voor die periode, want dat verkoopt toch iets makkelijker dan 2 maanden natuurlijk. Dat is wilde. Ook waar, ja. En wanneer de nood het hoogst is, dan wilde ook nog wel zo'n oplossing. Dan lukt het wel, ja. En Wim die had ook nog wat relaties, zo. Die is ook weer bijgesprongen. Ja, zeker. Ja, dus zo is het gelukt. En wat kwam het koor hier in Muiden doen en waarom? Want ik heb ook begrepen dat er een bepaalde opbrengst ten goede kwam. Ja, dat koor kwam mee met die conferentie. En die conferentie die ging over ontwikkelingen in Rusland op allerlei gebieden, maar onder andere ook op het gebied van opvoeding en onderwijs. En dat koor is uitgenodigd hier naartoe op de voorwaarde dat ze hier concerten zouden geven met als doel
het bijeenzamelen van geld voor een, ja, dat heet een sociëteit, zeg maar, een soort stichting. Ja. En die stichting heet Open Christianity. En die hebben een groot onderwijsinstituut in Petersburg. Waar ze, dat is al opgericht in de tijd dat Brezhnev nog aan de macht was. En die mensen die bij dat instituut hoorden, die hadden onvrede met de manier waarop op de Russische scholen met normen en waarden omgegaan werd. En toen hebben ze dus die sociëteit opgericht. Ik stel mij zo voor, ik weet er niet zo heel veel van, maar ik stel mij zo voor dat ze het hebben gedaan met dezelfde idee als waar hier destijds bijzondere scholen mee opgericht zijn. Ja, of zo. Ja, dus dat geld is daar... Die sociëteit is arm en die moest geld hebben. Heb je enig idee of er een goede opbrengst is binnengehaald? Nee, het is knudden. Knudden? Ja. Hoe is dat nou? Dat heeft met verschillende dingen te maken. Zij kijken je helemaal verschrikt aan. Dat wist ik nog niet. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Voor een deel met daarmee dat een aantal van de concerten waren voor de conferentiegangers. En die brachten niet veel geld mee. Nee. Een aantal andere concerten was niet uitverkocht. Of samen met andere koren. En die moesten ook een deel van de opbrengst hebben. En het koor heeft mede omdat het hier een paar dagen langer was. Maar ook omdat die pianisten moesten worden overgevlogen. Zelf nogal een aantal kosten gemaakt. Ja. Dus tenslotte viel de opbrengst nog wat tegen. Ja, dat is jammer. Nou, vorige week is het koor weer naar huis gegaan, maar ze hebben nog wel even gezongen en zelfs bij Ome Ko. En daar hebben wij wat opnames van. Как увидели года две старушки из окна? Как увидели года две старушки из окна? Побежали за катом, да с дубиною, с потоком, как ударили кота, да поперёк животом. Повернулся наш кот, да сбоку на окна светок, да светок, да светок, да светок, да светок. Dat was wat dat betreft het koor. En die zijn alweer weg zoals ik net zei. Maar de 30 kinderen die zijn hier voorlopig nog wel. En naast het speciale lesprogramma wat de PC Hoofdschool en uiteindelijk de Russische school voor de kinderen heeft georganiseerd. Zijn er ook nog een aantal gezamenlijke activiteiten door jullie denk ik. En door een aantal andere mensen nog georganiseerd. Wij proberen daar zoveel mogelijk bij te zijn. Zodat u dat allemaal kunt volgen. En het leek ons ook leuk om met een van de gastgezinnen te praten. Hoe dat er allemaal verloopt. Dat gastgezin waar wij eigenlijk het meest mee te maken hebben. We hebben twee jongetjes. En daar, nou, die
beelden gaan we even kijken. Ik wil er niet op rond. Kom maar. Oh. Ja? Kom maar. Ja, doe maar jongens. Oh, daar is een hondje, hè? Rustig, hè? Kuts. Komt hij naar binnen, die hond? Dat was in de garage. Gaan we verder, jongens. Wat is dat nou? Kom maar. Drinkbaar. Ja, ook. Is er nog een? Nee. Kom maar. Ja, staat erin. Ja? Wat? Wat is dat? Diep of niet? Ja. Hebben we hier een enge poos aan? Dit is voor jou, hoor. Een zijtas. Bij de centers, ja. Oh, even pakken. Kom maar, klopt. Kom maar, even pakken. Ja? Dat is voor jou. Goed, de bus? Ja, dat moet straks nog even halen. Ja, dat moet straks nog. Kom maar, zullen we naar beneden? We zijn nu bij Ria en Arjan Buninga en hun kinderen. Ik weet jullie naam alleen nog niet. Marlijn en Jasper. Jasper. Marlijn. Marlijn. Jullie zijn zo'n gastgezin. Ja. En we zitten nu op de eerste avond. De kinderen zijn inmiddels boven. Weten jullie hoe ze heten? Al uit je hoofd? Ja, Sascha en... Alexander. Dima. Nee, Alexander stond op het blaadje, maar dat klopt niet. Nou, nu gaat het nog van het papiertje, maar Dima straks... Sascha. Sascha, die dikke is Sascha. En die andere heet Dimo. Dima. Dima. Oké. Okay. Nou, ze noemen het, ze doen ze ook namelijk. Het is Dimitri. Dimitri. Alexander. Ja. Waarom zijn jullie gastgezin geworden? Om iets voor een ander te doen. Wij hebben zoveel. Er kwam onze Jasper met thuis. En hun hebben niks. Om iets meer te geven wat wij zoveel hebben. Daar kwam hij mee. Ja, kwam hij mee. Ja. En wat verwacht je daar nou van? Van? Het zijn 2 maanden, dat is best heel lang. Je kan niet met ze praten. Tenminste, niet echt. De taal spreken jullie niet. Nee, dat klopt. We hebben net gezien dat het, ja, het geeft geen problemen natuurlijk, maar het is best wel gek. Je krijgt toch een hele andere sfeer in huis. Wat verwachten jullie daar nou zelf van? Nou, ik denk dat de eerste week wat moeilijk is, een beetje aftasten. Maar met handen en voeten kom je heel in. Ja. En met kinderen over de vloer. Ben je zelf de overdag thuis? Of ja, ik ben thuis. En jij niet natuurlijk? Nee. Dan kom je 's avonds en dan is het ineens heel anders. Ja, dat zal even winnen. Je zal een gedeelte daarvan missen, denk ik ook. Ik denk dat zij zich misschien sneller aan zullen passen als dat... Ja, maar in de tijd dat ik weg ben, zijn de kinderen ook naar school. Hè? Ze gaan overdag naar school. Er zijn ook leerkrachten meegekomen vanuit Rusland, dus ja. Wat dat betreft. Ja. Wat gaan jullie allemaal met ze doen? We beginnen met zondag, of tweede Pinksterdag, gaan we naar Brabant. Dat is een camping, zijn vrienden zijn daar. Bij een gigantische speeltuin en een roeivijver is er alles te doen. Ja. En er komen nog meer mensen met nog meer Russische kinderen. Oh, dat is prachtig. Dat is wel leuk, ja. Dus dan hoop ik het mooi weer. Ja. Wat vinden jullie er nou van? Dat jij kwam met het idee, dus jij moet het heel erg... Nou, ik vind het wel leuk, want op school daar hadden we iets over Russische kinderen dat die hier zo in kwamen. Nou, en dat vond ik dus wel leuk. Nou, en toen zei ik tegen mijn moeder, ja mama, kunnen we niet kinderen uit Rusland huren, noemde ik dat dan. Leasen. Ja, ik moet het dus huren. En dus zei ze, nou, daar moet ik eens wat meer over weten. Nou, en dat vind ik gewoon leuk. Dat is zijn. Ja, want je was heel druk in de weerwits, hè? Je, met je boekje. Je hebt een boekje. Waar heb je dat bij de hand? Laat eens zien. Laat eens zien. Als je het nog kan vinden. Ah, en ik hoorde jou iets roepen dat je het jammer vindt dat er geen meisjes zijn. Ja, nou ja, ik had, toen ik die jongetjes zag, dacht ik, nou ja. En die meisjes vond ik al wel leuk. Ik vond ik zo lief eruit zien. Ja. Maar deze zijn natuurlijk ook heel lief uit, toch? Ja, een beetje vet. Dit is het boekje. Er zitten allemaal dingetjes in. Ken je al wat Russisch?
Ja, alleen spreek je Engels en bedankt. Meer eigenlijk niet echt. Welkom. Ja, welkom. Wat is dat in Russisch? Dabro Pashalovic of zoiets. Pashalovic. Heb je al iets Russisch tegen ze gezegd? Ja. Welkom. En spreek je Engels. En wat zeiden ze toen? Nee. Nee. No, zeiden ze. No, ze spreken heel klein beetje Engels. Ja. Heel klein beetje. En ben je ook van plan om zo'n klein beetje Nederlands te gaan leren? Ja. Ja? Eigenlijk wel, ja. Leuk. Nou, we blijven jullie een beetje volgen, die twee maanden. Ik wens jullie heel veel succes en ook heel veel plezier. Want ik denk dat dat het belangrijkste is, dat het daarvoor zijn ze hier tenslotte. Ja, ik vind het wel. Ja. En we zien jullie nog wel in deze dagen. Kunnen tippen misschien. Ja, want dat is heel belangrijk. Ja, dat gaat tenslotte om. Ja, dat gaat om de kinderen. Daar doen we het voor. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Самая со злобушком молодец, кого печет. Вини, вини, прошлый сон мою, как на дочке подожду. Как завижу черную, все товары разложу. Как завижу черную, все товары разложу. Op de eerste dag in Nederland kregen de kinderen kleding. Eerst gingen ze met de bus naar de Amsterdamse Poort en na de hand mochten ze ook bij de Maxis kleding uitzoeken. Wat zullen we doen? Deze. Ja? Vanaf de tweede dag begon de school. Twee lokalen in de PC Hoofdschool zijn speciaal daarvoor vrijgemaakt en de kinderen krijgen aangepaste lessen. Helemaal toegespitst op Holland, een beetje aardrijkskunde en een beetje over de gewoonten en de gebruiken hier. Солнце свет, где солдат на дальней на границе, от катюши передай привет, где солдат на дальней на границе. Дорогая мамочка, от катюши передай привет. Ой! Дорогая мамочка и папочка.
дорогая, или можем написать как, если к двум обращаемся, дорогие. Привет из Голландии. Голландии. Я написала. We zijn inmiddels bij Arjan en Ria Buninga. We zijn een weekje verder en de situatie vind ik in ieder geval een stuk gezelliger. Je hoeft je mond niet te houden, je mag gewoon doorpraten. Hoe is het jullie bevallen, Ria en Arjan? Hartstikke goed. Een anderhalve week verder zo'n beetje. Hartstikke goed. Ja? Hartstikke gezellig. We hebben een groot salon met z'n allen. Van onder het eten, met het woordenboek erbij, tekenen erbij, gekke bekken en we komen er gewoon uit. Echt, we weten hartstikke veel van ze. Het is heel gezellig, is het, hè? We vinden het allemaal. Zeker weten. En voor jou, je komt s'avonds thuis en dan ineens heb je er twee kinderen bij. Ja, nou, soms spelen ze op straat of ze zijn aan het fietsen en zijn ze boven de computer, dat is verschillend. Maar het is toch een hele gewaarwording, ja. Maar het is tot nu toe heel goed bevallen, hoor, begrijp ik wel. Ja. En dan ga ik naar de kinderen toe, ik ben alleen jullie namen helemaal kwijt. Jasper en Marlijn. Hoe gaat het met jullie? Goed. Ja? Ja. Spreken jullie al een beetje Russisch zonder het woordenboek? Een paar woorden. Een paar woorden. Vertel eens wat. Auto, machina. Ja, in Nederlands. Oh. Niet Russisch. Maar hij vertaalt het meteen. Oh, je vertaalt het meteen. En wat betekent auto in het Russisch? Machina. Oh, dat, oh, ik dacht dat die... Oh, sorry, ik begreep het verkeerd. Ik dacht, ja. Oh, dat is auto. Ja. Ja. En misschien, dat is Moshad Bid of iets, zoiets, ja. En ja, bedankt. Spasiba. Spasiba. Vind je ze veranderd na die paar dagen, na die anderhalve week? Ja, ongelooflijk. Ja? Ja. Is dat in hun voordeel? Soms wel, soms niet. Dat is eerlijk. Wat vind jij? Ja, ik vind dat ze ontzettend zijn veranderd. Ja? Ja, vooral hij. Ja, hij nou, ja. Is heel stil en nu is hij precies. Praat hij lekker. Ja. Ja. Nou, dan nou ben ik inmiddels bij jullie beland. Dat ga ik via mevrouw Schipper doen. Die hebben we meegenomen. Nee, apparaten waren niet normaal, niet goed. Maar je zou het wel. Wat heb je? Нас все нормально. Тут хорошо. Возят на экскурсии. Громче. Возят на экскурсии. Это и люди. Да. Отчественно. Делаем покупки всякие. Да, для вас. En we hebben via mevrouw Schipper gevraagd aan, wat is zijn naam ook alweer? Sascha. Sascha. Gevraagd wat hij hiervan vond. Nou ben ik heel benieuwd naar het antwoord. Ja, dat heel naar de zin hebt hij. Een slaapkamer is in orde. En de mensen gaan ze met hun een of andere wat kopen. Dat bevalt hun heel goed. Nou ja, hij keek er wel een beetje ernstig bij. Ja, ja, want hij een of andere wil niet vrij praten. Daarom zeg ik, ga vrij praten. Het is niks aan de hand. Het is een beetje verlegen. Nee, hoeft niet hier bang zijn. Ah. Ze zijn er bang. Ja, maar ze zijn het waarschijnlijk ook niet gewend om op televisie... Nou ja, niet meer televisie te maken in algemeen. Ja. En dat is een probleem. Ja. En, nou ben ik zijn naam. Uchibia. Dima. Jim. Wat vindt hij ervan? Jima. Jima. Wat vindt hij ervan? Что-то здесь понравится тебе тоже или что-нибудь плохое или что? Или не нравится, имеешь ты думаешь о доме в России? Как? Нет, мне здесь нравится. Нравится тоже? Да. Да. Свободно говори, говори. Твое мнение. Говори. Твое мнение расскажи. Ну, здесь хорошо, чистый воздух. Громче. Здесь хорошо, чистый воздух. Кормят хорошо. Да. На, ты играешь по улице или что? Играю на улице, катаюсь на велосипеде. Да, да. В школе играю. В школу ходишь, да. Ходим в школу, читаем там, на физкультуру ходим. Да. Ja, allemaal abracadabra voor ons, maar... Nou, ook bevalt goed, want dan ga je een
die, hoe heet school? Die, fiets, met de fietsen, fiets. Gaat op de fiets. En eten heel goed, bevalt in hun heel goed het eten. Nou, en frisse lucht, ja. Dat bevalt ook ja, heel goed. Ja. Ja. Nou, wij hebben hier ook een beetje, de camera past zich goed aan het weer hier in Nederland. Af en toe valt het licht uit, maar dat geeft niet, daar reageren we gewoon niet op. Nee, ja. Wat vinden zij nou specifiek eigenlijk het grootste verschil tussen hoe zij in Rusland leven en hier? Ik hoorde u bijvoorbeeld vertellen in de pastorie over een boterham, dat eten ze dan niet met beleg erop, maar dat hebben ze apart. Er zullen ongetwijfeld dingen zijn die hier echt totaal anders zijn, waar ze ook best wel een beetje gek van staan te kijken. Yeah, wat verbaasde u nou het meest? Они спрашивают, это разница, большая разница в России и здесь с кушаньем. Потому что вы кушали только хлеб с маслом. Вы не имеете ли сыру или колбасы наверх болтерма, где хлеб ваш? Вы сначала не кушали это колбасу или сыр, что-нибудь наверх этого хлеба. Только с масла. В Голландии? Но сейчас, да, да, в Голландии. Но сейчас кушаете все. Колбасу или сыр, что эта тетя подает. Да. Ну, говори, говори. Да, что вам нравится? Нравится. Нам нравится... Кушанье? Да. Хорошо. Да. Да. Тебе тоже? Да, мне тоже нравится. И это если хлеб по колбасу положить, кушаете вы тоже? Да. Да. Nu is het alle belegging bevalt hun heel goed. Want het is, eerst was heel moeilijk met de belegging, maar nu bevalt heel goed. Ja, maar er zijn geen dingen waar ze zich echt heel erg op verbazen dat dat hier totaal anders gaat als bij hun thuis. Что такое особенная разница, большая разница у вас в доме в России или здесь? Большая разница. Да? Да, большая. Большая. Heel groot verschil hier en in Rusland. Ja. En ik heb ook gehoord dat ze in een bubbelbad gezeten hebben. Het is zelfs voor ons iets om heel jaloers op te zijn, hè? В ванне сидели. Понравится вам тоже? Да. Вы фонти да? Хорошо или... Хорошо. Да. Тебе тоже понравилось в этом ванне? Да. И компьютерспелетки? Компьютер. Для детей компьютер. Спрек сал вот нейланс. Аппарат. Да, аппараты вообще. Вот фор нейланс вордчес кенни юли ал? Голландские слова понимаете уже? Ну, не очень, но немного понимаем. Да? Скажи, которое слово? Дринька, фитца. А, да. Дринька, фитца. Валтрюшта. Валтрюшта. Шлапа. Шлапа, да. Потом... Кушать. Кушать. Да. Эйта. Эйта. Эйта, дринька. Но гей фиса ворды гелеерд? Maar dat... Нехорошие слова, вы не получились, нехорошие. Нет. Oh, wat zijn ze braaf. Dat weten we niet. Wij zeggen dat. Dat willen ze niet. Nee. Ja, zijn er voor jullie bepaalde aanpassingen, door jullie bepaalde aanpassingen gedaan? Maak je speciaal eten klaar of dat soort dingetjes? Nee, maar geen speciaal eten klaar. Ze eten alles. Ze zijn echt alleseters. Vooral macaroni. Ja? Behalve doppertjes. Ja, doppertjes lusten ze niet. Geen doppertjes. Nee. Maar macaroni, daar kun je aan blijven slepen. Ja? Ja. En weet je wat ze daar voornamelijk eten als avondeten? Kool, volgens mij. Ja, veel kool. Veel kool, volgens mij. Maar ze eten echt alles. Ze proeven eerst een klein beetje en dan gaat echt hoogst het bord op. Want Arjen moest laatst overwerken, die zegt van, nou, ik ben laat en jij was met de kinderen. Maar stop. Echt, ik had een gigantische schaal macaroni, hond in de pot, er was echt niks meer over. Ja, nou, zo eten ze. En die waarschijnlijk ruzie of niet? En appels, die lusten ze niet. Geen appels? Nee, dat lusten ze niet. Nee. Maar de rest, al het fruit pompen erin. Nou, want dan moet het heel belangrijk. Ze moeten ook weer gezond terug, hè? Ja, daarom is, daar gaat het om. En hoe gaat het met dagelijkse dingetjes, fietsen, dat soort dingen? Nou, Sascha. Oh, dat wordt meteen praat niet over fietsen. Praat niet over fietsen. Hij zult te lachen. Hij wilde fietsen. Ik zeg, kun je fietsen? Ja, ik kan fietsen. Nou, hij wilde dus mijn fiets, maar die is pas niet, dat mocht dus niet. Nou, toen Marlijn de fiets. Hij is op de oprit al 6 keer gevallen. Oh, God. Hij is een kwartier weg geweest. Zijn kleren stuk. Helemaal zwart. 6 spaken gebroken.
Dat is echt niks meer van heel. En kan dit nu een beetje? Of? Nu kan dit een beetje, maar ja, hij kan niet sturen. Hij zat dwars de tuin in. Dus dat hij is al drie gemot. Nou, dat gaat goed, hè? Dus het is wel een uitdaging om straks een stukje fietsend door Muiden te laten gaan. Nou, liever niet. Liever niet. Nee, niet op jullie fietsen in ieder geval. Er gebeuren ongelukken. En jullie doen veel computerspelletjes met ze, begrijp ik. Dat is heel erg veel. Marleen, je zag er in het begin een klein beetje tegenop, hè, dat het jongetjes waren. Want je vond het toch wel gezellig als er meisjes bij waren. Hoe vind je dat nu? Ja, nu helemaal niet meer. Nee? Kan je goed, wel goed met ze vinden? Ja, zeker. Ja, die meisjes, die heb ik allemaal gehoord, zijn allemaal een beetje... heel saai, een beetje rustig. Beetje rustig. Dus ja. Een beetje van die brani schoppen. Ja, dat vind ik wel leuk. Goed, ja. Hè? Want ze geloof dat ze... Ze zijn nu een beetje kalm zo bij ja, ons. Maar normaal niet, hè? Normaal niet, hè? We moeten eigenlijk op een onbewaakt moment binnenvallen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En hebben jullie al een beetje ruzie met ze gehad, of wat niet? Ja, dat wel. Ja? Maar niet met hem, maar wel met hem. Ja. En hoe los je dat dan op? Ga je in het Nederlands... Dat lost zichzelf wel op. Ja, hè? Ja. Het is ook eigenlijk zouden het wel onbenullige dingen zijn waar het om gaat. Ja. Ja. Dus jullie hebben het wel naar je zin? Ja, zeker. Ik wel. Tot zover deze aflevering van het Kamerscherm van deze maand. Volgende maand zijn we er weer. En dan... vanzelfsprekend weer met aandacht voor de kinderen uit Tsjernobyl. En natuurlijk blijven we ook de perikelen rond het plan Nieuw-Oost volgen. En misschien gaan we ons dan een klein beetje verheugen op het mooie weer en de vakantie. Want na volgende maand gaan we er twee maandjes tussenuit. Maar eerst zijn we de volgende maand nog een keer. Tot dan. Kalinka, Kalinka, Kalinka. Камбая, в саду ягода, малинка, малинка моя, калиника, калиника, калиника моя, в саду ягода, малинка, малинка моя, ай, калиника, калиника, калиника моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Ах, краса.